Hallo beste kijkers, welkom hier op de redactie van het Dagblad van het Noorden bij een nieuwe aflevering van DVHN Live. Vandaag met Wouter Gudde, algemeen directeur van FC Groningen. Mijn naam is William Pomp en ik leid u door het komende half uurtje heen. Wouter, waarin wij de situatie in het betaald voetbal en die van FC Groningen in bijzonder gaan bespreken. Allereerst maar eens even, want ik zag jou binnenkomen en ik dacht van nou, die man heeft volgens mij een beetje spierpijn. Kan het kloppen? Ja, ik heb spierpijn in mijn armen en mijn schouders. Gisteren druk bezig geweest in de tuin. We dachten, dit is een mooie periode om de tuin aan te gaan pakken. En wie weet wat er allemaal nog gebeurt. Dus laten we ook wat speelattributen in onze tuin zetten. Dus we hebben gisteren een heel groot gat gegraven voor de trampoline. Die we hopelijk vandaag helemaal afmaken. 75 centimeter heb ik begrepen, hè? Diep. 3 meter in het rond. En je had volgens mij vakkundige hulp, toch? Of niet? Ja, de overbuurman Mark-Jan de Vlederis die kwam helpen. Dus het was mooi. We waren en aan de slag en we konden af en toe een beetje over voetbal horen. Goede workout. Ja. Houden jullie dan ook 1,5 meter afstand, zoals wij dat nu ook doen? Of? Moet ik eerlijk bekennen dat we het gisteren niet de hele tijd hebben gedaan. De kuil was wel groot, dus we stonden wel aan twee kanten elke keer te werken. Maar het is af en toe moeilijk om daar continu mee bezig te zijn. Dan moet ik wel zeggen, het besef is volgens mij bij de meeste Nederlanders er wel steeds meer aanwezig nu. Maar als een van jullie twee dus het virus bij zich draagt, dan is de hele clubleiding van FC Groningen ligt even plat. Ja, de vraag is al maar of we het al hebben gehad of niet. Ik heb me eigenlijk de hele periode gewoon hartstikke goed gevoeld. Ben niet verkouden, voel me prima dus. Ja. Hoe kom je de dagen door? Want sinds vorige week maandag heb jij het stadion op slot gedraaid. Was er nog 1 dag om spullen op te halen. Sindsdien echt aan huis gekluisterd met het gezin. Ik ben de meeste dagen wel thuis geweest. Heel veel calls inderdaad gehad via allerlei videosystemen. Ik moet zeggen, deze week heb ik wel nog wat afspraken buiten de deur. Als dat toelaat, 1-op-1 met mensen. Het is heel raar, want je hele systeem wordt ontregeld. Waar je normaal gesproken natuurlijk altijd naar je werk gaat, ben je nu in 1 keer met z'n 5 thuis. En ik ben niet de vader die heel veel thuis is. Nee. Dus je bent ook echt af en toe op elkaar aangewezen. Dus dat is wel even wennen. Ik moet zeggen, deze week is wel goed gegaan. Maar ja, je bent natuurlijk wel verder. Als dit langer gaat duren, ja, dan heb je ook wel, ga je wel nadenken wat voor invloed het heeft ook op het gezinsleven. Want je merkt dat de lontjes na een week ook wel weer een beetje korter zijn dan een week hiervoor. Sowieso nog 2 weken te gaan natuurlijk. Ja. Ik heb begrepen dat er dagelijks sprake is van een conference call met alle betaald voetbalclubs in Nederland en de KNVB. Kun je daar eens iets over vertellen? Wat wordt er tijdens die sessies besproken? Het is met name om het gewoon delen van informatie met elkaar. De KNVB en de ECV die zitten eigenlijk altijd in die call. Dus als er informatie bekend is die wij als clubs nog niet weten, dan hoor je dat vaak in die call. Maar je kan ook gewoon vragen stellen waar andere clubs misschien al mee te maken hebben, zodat je ook weer van elkaar kan leren. En dat gaat van financiële vraagstukken tot sportieve vraagstukken tot en met inderdaad echt corona-specifieke vraagstukken. En ik moet zeggen, ik vind het prima de manier waarop het oppakt. Want zo hou je elkaar ook op de hoogte. En je kan altijd de vragen kwijt. En we weten gewoon dat is het orgaan waar er eventueel dingen ook nog besloten kunnen worden. Of waar de vraagstukken neergelegd kunnen worden. Waar je de dag later dan een terugkoppeling op krijgt. Dus ik ben wel blij met het initiatief. Wat belangrijk was voor veel clubs is dat er een gelijk speelveld wordt gecreëerd. Hè, zodat alle clubs precies hetzelfde kunnen mogen doen. Zodat er straks ook weer een gelijk startpunt is als de competitie wordt hervat. Daarin is afgesproken dat de clubs 1 keer per week de spelers bij elkaar mogen halen, toch? Ja, dat was een initiatief dat kwam vanuit PSV. We hebben toen gevraagd of dat inderdaad voor alle clubs gold. Nou, dat is zo. Dus we hebben afgelopen zaterdag, kan het inderdaad zijn dat mensen spelers van ons op het trainingscomplex hebben gezien. Dat komt omdat we inderdaad zaterdag die testdag hadden gehad. Waar ze in tweetallen naar de club zijn gekomen. Continu ook rekeningen gehouden met 1,5 meter afstand. In 5 circuits zijn ze daardoor helemaal getest. En zonder douchen zijn ze weer naar huis gegaan. Kleding daar gewassen en dan... Als het goed is zien we ze over een week dan weer terug. Uiteraard hebben we dagelijks contact met de meeste spelers. Maar vreemde gewaarwording, want de staf die bij de circuitjes stond, die was echt van 9 tot 5. Zijn die bezig geweest, zowel binnen als buiten. En die jongens, die hebben in ieder geval weer 1 andere jongen live gezien. Ja, nou ja, zo is het. Hè? Want die spelers zitten ook allemaal thuis opgesloten natuurlijk. Ja, het is wel iets om ook wel rekening mee te houden. Ik bedoel, het is zeker niet het grootste probleem van de maatschappij op dit moment. Maar wij hebben natuurlijk ook een hoop jonge jongens en ook een hoop jongens uit een andere cultuur. Ja, als jij Stronk Jacobsen bent of Goedmanson of Azorro en je bent 19, 20, 21 jaar. En je zit thuis opgesloten eigenlijk in je appartement. Terwijl je de taal niet machtig bent, niet naar buiten kan, je familie mist. Ja, dat zijn wel dingen waar we extra rekening mee moeten houden deze dagen.
Voor jongens als Asoro, de buitenlandse jongens, zeg maar, begrijp ik dat ze in Groningen moeten blijven. Want ja, anders kom je misschien helemaal Nederland niet meer in, in de nabije toekomst. Nou, even bijvoorbeeld Mike de Wierik. Die woont in Hengevelde. Is goed een uur rijden, zeg maar, hier vandaan. Ook die moet in Groningen blijven, hè? Waarom is dat? Nou, we willen alle jongens hier dicht in de buurt hebben. Eén, op het moment dat wat verandert in de omstandigheden, we zouden bijvoorbeeld weer mogen gaan trainen of meer mogen gaan doen. Daar willen we gelijk op in kunnen spelen. Maar we willen ook proberen dagelijks of één keer in twee dagen contact te houden. Ook met bijvoorbeeld de technische staf en de spelers. Hè. Het is niet verboden vooralsnog om bij elkaar te komen als je de gepaste afstand maar houdt. Dus ja, zo zou je ook dingen als videoanalyse, persoonlijke gesprekken, dat soort dingen allemaal kunnen doen. Ja, en als de trainers dan door heel Nederland moeten gaan rijden, dat is ook volgens mij niet heel goed. Dus we hebben er gewoon voor gekozen om iedereen hier in de buurt te houden. De buitenlandse jongens niet naar andere landen, dat lijkt me logisch, omdat er heel veel landen ook op slot gaan. Stel je voor, we zouden volgende week weer mogen doen en je hebt spelers teruggestuurd naar Frankrijk. Ja, die komen niet terug. Nee. En dan heb je een achterstand ten opzichte van je concurrenten. Doen andere clubs het precies zo? Nee, ik weet dat er een aantal clubs wel spelers naar huis hebben gestuurd. Dat kan ook een afweging zijn. Wij hebben er wel voor gekozen om alles zo dicht mogelijk in de buurt te houden. Dat als we weer meer mogen doen, dat we er ook gelijk op in kunnen spelen. Ja. Er zijn heel veel vragen voor jou binnengekomen van de achterban van FC Groningen. Ik zal er een paar aan je voorleggen. De eerste paar vragen gaan over het coronavirus zelf in combinatie met de club. Nu het voetbal stilgelegd is en volgens mij niet direct weer begint, zou ik willen weten, vraagt meneer Lammert-Noorman, of de FC in financiële moeilijkheden komt. En is er voor volgend seizoen dan nog geld over om een redelijk team neer te zetten? Overigens vind ik jullie, dat is leuk voor jou om te horen, overigens vind ik dat jullie als beleidsbepalers het heel goed doen. Nou, bedankt voor het compliment. Kun je even in de zak steken? Ja. Wij komen niet in acute financiële problemen. Het kost wel geld. We hebben, zoals iedereen weet, in januari de horecatak volledig overgenomen. Nou, die omzet valt helemaal stil. We hadden bijvoorbeeld een interland staan, dames interland Nederland-Estland, die is verplaatst. Dus dat kost geld. Komen we dadelijk in een situatie dat wij wedstrijden zonder publiek of helemaal niet meer mogen gaan spelen. Ja, dan gaan wij net als Eredivisie, als alle andere Eredivisieclubs, heel veel financiële schade lijden. Alleen dat vind ik speculeren als vooruitlopen op. Het is wel zo, elke euro die we nu missen, daar moeten we wel voor zorgen dat we daar kritisch naar kijken hoe we die terug kunnen gaan verdienen. Wij hebben juist de keuzes in de winter gemaakt voor de lange termijn om een transferpot op te bouwen waarmee Marc-Jan Verderes de markt op kan om een goed elftal volgend jaar neer te zetten. Op dit moment is dat niet in gevaar, maar moeten we de competitie uitspelen zonder publiek of helemaal niet, dan gaan wij wel grotere financiële schade lijden. Dan moet je die pot aanspreken. Dat zou kunnen, of we moeten nog andere keuzes gaan maken. Dan moeten we ook kijken wat er met het noodfonds gebeurt natuurlijk in Nederland. Dat speelt er allemaal op in. Alleen wij weten dat wij achterin natuurlijk veel moeten doen. En wij willen ons ook graag voorin versterken. Daar hebben we ook gewoon budget voor nodig. Zoals het eruit zag voor de coronacrisis, is dat er ook. En ben ik best wel positief gestemd over dat we zelfs een groei daarin kunnen laten zien. Alleen ik weet niet wat deze crisis voor invloed gaat hebben op de wat langere termijn op de begroting. Dus dat is nog even afwachten. Kun je enige inschatting maken? Bij jouw nieuwjaarspeech zei jij van de laatste drie seizoenen gemiddeld zo'n beetje verlengde 25% van de sponsoren verlengde het contract niet. Er kwam wel wat voor terug uiteraard. Maar wat zal deze crisis voor effect hebben op die situatie? Weet ik niet. We hadden wel de mensen vrijgeroosterd vanuit sales en account management om al vanaf half februari op pad te gaan. Dus we hebben ook al de nodige contracten verlengd. Hè. Wij zijn de gelukkige omstandigheden dat we al een hoofdsponsor hebben die nog een jaar doorloopt. Allebei de rugsponsoren lopen in ieder geval nog een jaar door. Dat ziet goed uit. Alleen nu valt de meeste dingen vallen daarop natuurlijk gewoon stil. Dat is even de aankomende tijd aankijken. Mensen zeggen dat zijn de eerste kosten waarop je bezuinigt. Ik denk aan de andere kant een goed netwerk en met klanten naar het voetballen toe. Dat zal altijd blijven. Dus wij moeten juist werken nu aan ons onderscheidend vermogen. Waar ik in ieder geval wel voor ga waken is dat wij intern dit als excuus gaan gebruiken. Want wat er ook gebeurt, of het nou crisis is of dat we in economische bloei zitten. Volgens mij moet je altijd in staat kunnen zijn om zo best mogelijk financieel resultaat te halen. Maar het is wel even slikken natuurlijk. Hè? Ik bedoel, jullie hebben al prachtige mooie plannen zijn jullie aan het ontwikkelen. Ligt al klaar. Ja. En dan krijg je dit eroverheen. Nee, maar daar heeft wel elke club last van. En waar ik me meer gewoon zorgen om maak is de situatie van de bedrijven aan zich. Hè. Volgens mij is dat een veel groter economisch belang dan nu even het belang van FC Groningen. Hebben daar nog voldoende mensen werk? Zijn nog voldoende mensen gezond? Volgens mij moeten we ons daar eerst druk om maken en wij komen daarna later wel.
Martin Groenewold heeft een vraag ingestuurd. Aan het eind van dit seizoen vertrekt naar verwachting de volledige verdediging van FC Groningen. Dat is bekend, hè? Twierik, Itakura, Warmerdam, Zeefuik. Daar gaan we ook een beetje van uit. Is er nou een mondeling akkoord trouwens? Want dat gerucht gaat dat er al een mondeling akkoord is met een Franse club. Voor een bedrag van ongeveer 3,5 miljoen of zo. Er is geen mondeling akkoord. Oké. Kunnen we dat ook wegnemen. Met Misfiets? Ja. Is al weg? Die is weg, ja. Zit hij daadwerkelijk in Japan of China? Of? Hij was naar China gegaan. En wat ik van hem begreep is dat hij de eerste maand vrij was. Ja. Dus dat was makkelijk. Toen heeft hij volgens mij gewoon in Bosnië gezeten. En of hij nu alweer naar China is afgereisd. Ik zie wel nu profs die kant op gaan. Verleini gisteren alleen. Die had wel het coronavirus meegenomen. Ja. Dus ik denk dat die competitie daar weer over anderhalve maand, twee maand gaat beginnen of zo. Ja, en zijn club zat volgens mij in Japan, hè, tijdens de hevige coronacrisis toestanden. Ja, alleen ik denk dat China nu veel veiliger is dan de meeste andere landen. Ja, ja, nou ja, daar lijkt het op dit moment inderdaad wel op. Ja. Goed, de hele verdediging vertrekt bijna. Hoe denkt de club dit op te vangen? In tijden van corona is het lastig scouten en contact te leggen. Bovendien komt er mogelijk maandenlang geen geld binnen. Hoe gaat de FC hiermee om? Ja, lastig scouten. Scouten wordt anders. Wij hadden dit jaar al een wat andere manier van scouten opgezet. Dat wij niet meer lukraak op pad wilden, maar dat we eerst veel meer met data en video wilden doen. Dus ja, wat je nu krijgt, is dat heel veel scouts gewoon live video wedstrijden zitten terug te kijken. Van alle spelers die bij ons zijn opgevallen. Of nog bovendien misschien in de toekomst gaan opvallen. Dat kun je mooi vanuit huis doen, hè? Ja, dat kunnen ze gewoon vanuit thuis doen. Dus dat biedt ook weer kansen en andere mogelijkheden. Ja, contacten leggen, dat kan ook nog steeds. Daar zijn we ook nog steeds wel mee bezig. Alleen het wordt wel bemoeilijk, omdat je vooral in het buitenland niet weet wat er met deze situatie gaat gebeuren. Als je in Zuid-Europa kijkt, denk ik dat daar de economische klap nog wel wat harder aan gaat komen. Dus wij zullen vooral gewoon er bovenop moeten zitten. En wij weten dat we inderdaad 6-7 versterkingen moeten gaan halen voor volgend jaar. En dat gaat wel gebeuren, coronacrisis of niet. Ja. Ja. Prijs je gelukkig dat je in Nederland zit, zeg maar, in deze situatie? Je noemt de situatie natuurlijk ook economisch gezien. Ja, ik ben heel erg blij dat ik hier woon. Ik ben ook ik ben echt onder de indruk ook van wat minister-president Rutte op dit moment doet. Zowel de speech vind ik een ultiem voorbeeld van heel goed leiderschap. En is ook iets wat je daarin blind kan volgen. Maar ook hier lokaal, als ik kijk hoe onze burgemeester het aanpakt. Niet alleen burgemeester van de stad is, maar ook nog van de voorzitter van de veiligheidsregio. Met de directeur van de GGD. Nou, als je kijkt hoe wat voor informatie je krijgt, neem ik echt mijn petje voorop. Want die mensen hebben het echt ook heel zwaar en heel moeilijk. Ja, ik stel me zo voor dat je regelmatig contact hebt met de burgemeester. Is de vraag, durf je dan nu ook de vraag op tafel te leggen van, goh, kunnen wij de huur van het stadion bijvoorbeeld een tijdje opschorten of iets dergelijks, gezien de financiële situatie? Of vind je nu niet de tijd om daarover te beginnen? Vind ik ongepast inderdaad. Ja, ik vind dat wij als FC Groningen nu veel al de vraag moeten stellen, waar kunnen we helpen? Allereerst, hoe is het met je? En de tweede vraag moet zijn, waar kun je helpen? Of je nou de burgemeester bent of een sponsor of een supporter van de club. Kijk, komen wij langere tijd, duurt het virus langer? Ja, dan zullen ook wij moeten gaan kijken aan welke knoppen we kunnen gaan draaien. Alleen, dat is op dit moment totaal niet in vragen. Volgende vraag. Graag wil mijn 6-jarige dochter Anne weten of alle spelers nog in Groningen zijn. Hebben we eigenlijk al een beetje beantwoord, hè? Of dat sommige spelers terug zijn naar hun thuisland. Ze is groot fan van Ko en vraagt zich af of hij hier is of in Japan. Voor Ko, ja. Itakura geldt hetzelfde, neem ik aan. Ko wilde graag naar Japan terug, maar dat mocht niet van ons. Die is nog steeds in Groningen. Ja, nou, duidelijk. Ja. Is daar, zeg maar, hoe ga je daar, zeg maar, in de nabije toekomst mee om? Uiteraard moet je afwachten wat voor beslissingen valt over de competitie. Wordt die uitgespeeld zonder publiek, met publiek. Maar stel dat deze week bekend wordt van, jongens, we gaan de competitie niet uitspelen. Dan hoeven de spelers, neem ik aan, niet tot 30 juni nog te blijven. Of? Dan moet je weer naar het scenario kijken. Wanneer gaan we dan weer beginnen? Wanneer gaan we weer met de voorbereiding starten? Alleen, ja, ik verwacht dat het eerste scenario waar men over na gaat denken is om de wedstrijden wel uit te spelen met publiek. En dan zullen we moeten gaan wachten hoe het virus zich ontwikkelt. Die kant gaat het op. En zolang wij moeten wachten, zullen alle spelers hier moeten blijven. Heel vervelend dat je inderdaad geen familie kan zien. Maar denk ik, zijn we allemaal prof. En hoort het helaas ook de vervelende kanten bij het vak. Volgende vraag. Heeft onze FC clausules in de spelerscontracten waardoor salarisbetalingen kunnen worden opgeschort? Of als de inkomsten plotseling wegvallen, hè, wat nu het geval is, horeca ligt stil. Nou, dat gaat alleen al aan liquide middelen, moet je daar 2-3 ton, leef je waarschijnlijk ongeveer in. Hè? Ja. Zijn er clausules in de contracten die in dit soort situaties voorzien dat je kunt zeggen van, nou jongens... Nee, die zijn er niet. Op het moment dat we dat allemaal zouden willen, dan zou je daarvoor over in gesprek moeten. Maar dan denk ik dat het verstandig is dat wij in Nederland dat collectief doen en solidair. En dat we daar goed naar moeten kijken. Omdat
Ik zag Levchenko ook nog met een bericht ergens. Mensen hebben natuurlijk altijd de perceptie dat elke voetballer een miljonair is. Dan heb ik een verrassing. In de keukenkampioendivisie is het gewoon voor een paar duizend euro in de maand bruto voetballen. En is het ook niet zo dat die zomaar even kunnen zeggen, nou, de helft maar. Want die hebben ook gewoon een gezin te onderhouden. En wij hebben spelers die inderdaad veel meer dan modaal verdienen. Maar we hebben ook spelers die gewoon een normaal salaris daarin verdienen. Dus ja, dat is ook weer speculeren waar wij de laatste weken wel wereldkampioenen zijn geworden in Nederland. Dat doe jij niet aan mee, toch? Ja, ik probeer zoveel mogelijk van weg te blijven. Want ik zei gisteren nog, normaal heb je 17 miljoen bondscoaches rond een EK. Maar we hebben echt 17 miljoen virologen. Iedereen die heeft het uitgevonden en geeft ook overal zijn mening. Waardoor het heel onoverzichtelijk wordt, vind ik. Evgeny Levchenko noemde je even, voorzitter van de VVCS, Spelersvakbond. Wat was zijn opmerking? Hij had aangegeven dat als je dus naar spelersalaris wil kijken, dat je wel goed moet kijken naar wie wat verdient en wat bijdraagt. Kijk, ik zie ook inderdaad de berichten dat Lewandowski 1 miljoen euro heeft gedoneerd. Ja, dat is niet voor iedereen in Nederland weggelegd. Nee, duidelijk. We krijgen ook actueel vragen binnen rechtstreeks vanuit via Facebook, denk ik. Gaat de verkoop van, een puur praktische vraag, gaat de verkoop van seizoenskaarten gewoon door? Vraagt Jeffrey Winkels. Ja, je kan gewoon een seizoenkaart verkopen of verkopen bij ons. En ook daar is natuurlijk weer zal moeten blijken wanneer wij volgend seizoen weer gaan starten. Dat hangt allemaal af van het virus. Ook de mensen die nog een seizoenkaart hebben voor dit jaar. Ja, stel, we gaan helemaal niet voetballen. Ja, dan zullen we daar ook naar moeten gaan kijken hoe dat werkt. Alleen, ja, dan gaan we weer speculeren. Waar wij nu op wachten zijn eigenlijk twee dingen deze week. Eén is, wat zijn de scenario's die de KNVB voor gaat leggen? En twee, wat betekent het de regels die de overheid verder op gaat leggen? Qua eventueel misschien nog wel wat zwaardere maatregelen. Maar ook de specifieke regels van het noodfonds. Die denk ik voor elk bedrijf belangrijk zijn. Stel nou, ja, je houdt niet van speculeren, maar ik doe het toch in dit geval even. Stel nou dat er geen wedstrijd meer gespeeld wordt. Bij Donar, de basketbalclub in Groningen, is dat ook het geval. Die hebben eigenlijk een beroep gedaan op de supporters, op de warme steun van de supporters. Van jongens, ga geen geld terugvragen voor de seizoenkaarten, want dan komen we echt in de financiële problemen. Hoe zit het op de FC Groningen? Zou allemaal kunnen, maar dan pleit ik er in ieder geval voor om solidair en collectief met alle voetbalclubs in Nederland wat te gaan doen. Want het treft de hele branche. En dan moeten volgens mij juist collectief met iets komen. En niet Groningen met dit, Heerenveen met dat, Feyenoord met dit en Sparta weer met nog een ander voorstel. Dat werkt volgens mij niet. En hoe zit het met de verkoop? Gaat het goed? De seizoenkaartverkoop? Dat ging zeg maar conform wat we het jaar daarvoor en het jaar daarvoor hebben gedaan. De beeldvorming is natuurlijk nog steeds heel veel groene stoeltjes. Wij groeien inmiddels ten opzichte van vorig jaar iets gelukkig. Dus dat betekent dat we zowel qua seizoenkaarten als qua losse verkopen meer hebben gedaan dan het vorige seizoen. Dan praat je echt over een verschil van in geld voor 1,5 ton of zoiets. Dus daar moeten we nog grote stappen in maken. Maar we zaten op de lijn die we verwachten. We hebben natuurlijk ook de 5-jaar kaart dit jaar die je weer kan verlengen. Nou, en dat liep eigenlijk ook in de lijn der verwachting allemaal. Dus daar ben ik wel blij mee. Ja, dat zijn goede signalen. Ja. Michel Schonewille uit Zuidwest-Drenthe die vraagt, nu er geen wedstrijden zijn, wat doen de scouts nu met de 2 aflopende contracten van Adrie en Bas? Bedoelt hij natuurlijk Adrie Poldervaart, Bas Roorda en Sander van Gessel. Zijn die gesprekken gaande en verlopen die gesprekken nu via een soort videoconference? Met de staf neem ik aan, niet de scouts, maar met de technische staf. Ja, de staf. Zeker. Ja. We zijn met alle mensen die daar een aflopend contract hebben, zijn we op dit moment in gesprek. Dat doet Mark Jam. Ook dat doet hij wel eens een keer face-to-face, ook wel eens een keer inderdaad met een call. Maar dat zijn nu wel dingen waar juist al tijd voor was. Maar ook als er geen coronacrisis was geweest, is dit moment natuurlijk om die contracten te gaan verlengen. Is de intentie om met de volledige staf verder te gaan? Of gaan daar mutaties in plaatsvinden? Nee, dat is echt wel iets wat de aankomende weken zal blijken. Dat heeft niet te maken met de personen, maar meer met dat het voetballandschap verandert. Hè. De opleiding krijgt een nieuwe kop van de opleiding erbij, onder 21. En het is geen geheim dat wij natuurlijk tevreden zijn over hoe de staf op dit moment functioneert. Dat weten we ook wel ten opzichte van vorig jaar. Heeft Danny Buijs natuurlijk ook al een aantal keer aangegeven dat op dit moment perfect gewerkt wordt. Dus we zijn daar het nieuwe plaatje op aan het inpassen. En daar verwachten we ook wel de aankomende weken dat we nieuws kunnen brengen. Oké. Dat is mooi, dat gaan we in de gaten houden.
Nog een vraag van Dirk van der Kamp, ook via Facebook. Hoe houden de spelers zichzelf fit? Zijn we al een beetje op ingegaan, maar misschien kun je even iets vertellen over het programma van deze week. Deze week moeten ze gewoon 2 keer per dag trainen. Hè? Nou ja, we hebben dus zaterdag testdag gehad. Nou, daar bleek dat ook wel toch al 9 dagen zonder training wel wat doet met je lichaam. Doet van alles met je gewicht, met je vetpercentage, met je spiermassa. Maar uiteindelijk ook vooral met je fysieke inhoud. Vorige week was het eigenlijk 1 keer per dag een wat zwaarder programma. En dat hebben ze nu wel opgeschroefd naar bijna elke dag 2 keer. Om ervoor te zorgen dat we daar inderdaad ook stappen maken. En dat je wat je kan doen, wat je bij kan houden, dat je dat wel kan doen. Ja, vooral het gedeelte met de bal en met elkaar met de bal. Dat is natuurlijk iets wat je bijna niet kan trainen. Je kan individueel wel met een balletje bezig zijn. Maar als je daarna met 4, 5 personen al in een linie wat moet doen. Of met 2 linies. Ja, dat is eigenlijk alleen in je hoofd te trainen. Hè? Dus er zullen ook inderdaad veel beelden gedeeld worden, wedstrijden kijken. Daar kan je ook wel weer in de kop wat van leren. Maar uiteindelijk uitvoeren op het veld, ja, dat staat even stil. Is FIFA 20 ook trainen? Ik vind van wel. Ja? Ja, dat vind ik zeker van wel. Ja, je moet niet de hele dag doen, maar daar kan je ook zeker dingen van leren. Ja. Zoals gewoon het zeg maar tactische. Ja, daar zie je ook systemen en dingen in terug. Ja. Mijn zoontje, die is 7, die speelt ook FIFA. En die kan sinds hij dat doet heel makkelijk aangeven op tv welk systeem de tegenstander speelt. Ja, er zijn vele keuzemogelijkheden wat dat betreft ook. Hè? Absoluut. Even wat niet-corona gerelateerde vragen. Gewoon even over de toekomst van FC Groningen. Meneer Scheringa die vraagt bijvoorbeeld: waar wil je nou over 5 jaar staan met FC Groningen? Ja. Ja, iedereen weet dat wij met de positionering bezig zijn. Daar maken we ook stappen in. Ook daar hebben we nu meer de tijd voor om in calls wat te gaan doen. En dat is met name het meenemen van zeg maar alle collega's op de werkvloer nu erg belangrijk in. De basisdingen die zullen niet veranderen. We willen graag sportief succes halen. Nou, volgens mij bij een club als FC Groningen praat je dan over een goede klassering bij de top 7. Wat als het kan ook moet leiden af en toe in Europees voetbal volgens mij. Financieel zullen we wat stappen willen maken dat we in ieder geval meer geld uit kunnen geven aan voetbal. Dat is belangrijk dat je daar gaat kijken. Ik zou graag wat meer vet op de botten willen hebben. Ik zei pas tegen onze financieel directeur dat er af en toe een kindje zijn die net te mager is. En als er echt een keer een virusje komt dat je dat bij heel moeilijk op kan vangen. Dus wij moeten heel secuur zijn in wat we uitgeven. En uiteindelijk wat heel belangrijk gaat zijn is dat er beeldvorming rondom de club vind ik. Hè. Je wil graag voetballen in een vol stadion vanuit een heel positief imago waarin je heel de regio op wat voor manier dan ook bij de club kan betrekken. Dat zullen de pijlers zijn waar we op in gaan zetten en hoe we dat in een heel marketingformat gaan voeren. Als het zover is dan gaan we dat ook groot bekendmaken. Dat kleine beetje spek op de ribben. Hè? Ben je dan nu ook extra blij dat jullie Sierhuis en Memisfiets hebben verkocht in de winterstop? Ja, dat is de hele moeilijke discussie geweest. Want je kijkt eigenlijk ook naar volgende week. En volgende week zie je dat je je eerste spits moet verkopen. Memisfiets vond ik dat we intern ook wel redelijk op konden vangen met Entewierik en Itakura en Van Hintem. Maar Sierhuis wist je dat. Alleen het enerzijds, ja, het gaf ons, het was echt een goed bedrag wat we ervoor konden krijgen. En aan de andere kant, ja, Sierhuis deal is natuurlijk bekend. Daar zaten wij niet achter het stuur. Dus op het moment dat wij hem over zouden moeten nemen, moesten wij een bedrag betalen. En Ajax kon hem altijd weer terughalen. Die hebben we ook wel mee laten spelen in de afweging om hem wel of niet te verkopen. En ja, wij dachten, nou, als we het nu doen, hebben we een mooie pot waarmee we de markt op kunnen. We kunnen ons 5 maanden helemaal goed voorbereiden, want we weten precies waar onze witte vlekken zitten, hè, in onze elftal. Dus afweging gemaakt, kiezen we korte termijn, lange termijn. Nou, we hebben nu voor de lange termijn gekozen, zonder de jongens die nu in de spits staan tekort te doen. Alleen ja, daar merk je wel aan, dat is jong. Jongens moeten wennen nog aan het niveau, doen een stinkende best. Alleen, ik denk wel dat Kai net even wat verder was. We gaan naar het einde toe werken, Wouter. Ja. We hebben nog een paar vragen staan, ik wil er nog eentje stellen aan je. FC Groningen streeft volgend seizoen naar een rookvrij stadion, wat deze meneer Jannes Nijboer prima vindt. Hoe denkt Groningen dit te handhaven? Ook dat is een collectief besluit geweest. Hè. Weet wel dat wij een van de 2 clubs waren van de 18 die tegen waren, omdat we dat graag gefaseerd in wilden voeren en per tribune wilden gaan kijken. Ja, nu hebben we collectief gewoon
aangeven dat er op dit moment is een hele grote reclamecampagne gaande. Zowel in de stadions als daarbuiten worden mensen over geïnformeerd. Ja, uiteindelijk zullen we ook moeten gaan handhaven daarop. En daar ja, doe je natuurlijk ook weer gewoon beroep op gezond verstand bij mensen. Dat, het mag niet meer. Het mag in horecagelegenheden ook al niet meer. En in stadions ook niet meer. En ik denk dat we uiteindelijk ja, op steeds minder plekken kunnen gaan roken in Nederland. Ja. Laatste vraag. Flederis en Gudde hebben het contract met trainer Buijs voor 2 jaar verlengd. Dat is allemaal bekend. Ondanks twijfels en negatieve adviezen van diverse supporters omtrent zijn spelopvatting. Is dat ook bekend? Dat is ook bekend. Oké. Okay. Het Groningen publiek wil zeker thuis aanvallend voetbal zien met veel inzet, waarbij de tegenstanders direct onder druk worden gezet. Deze trainer doet dat nu niet, vindt deze meneer. En zal dat waarschijnlijk ook het komende seizoen niet doen. Hij blijft liever defensief spelen met sporadische aanvallen vanuit de omschakeling. Stel dat het Buijs volgend seizoen niet lukt en er hele slechte resultaten worden behaald, dan zal Buijs uiteindelijk moeten vertrekken. Vindt meneer Remco Bos. Neemt u dan samen met Flederis ook uw verantwoordelijkheid en stapt u ook op? U hebt immers het financiële... Mooi uitsmijten dit. U hebt inmiddels het financiële risico genomen voor de club om te verlengen met deze trainer. Volgens mij heeft deze man mij ook een mail gestuurd. Oh, oké. Okay. Met precies dezelfde dingen. Ja. Nee, vind ik enorm speculeren. Ik ben het sowieso helemaal niet eens met dat Danny Buijs geen aanvallend voetbal speelt. Ik denk juist dat wij heel veel keer proberen de tegenstander zowel uit als thuis onder druk te zetten. En wij hebben ook bij de nieuwjaarspeech aangegeven dat dit volgens mij al een klacht is die wat langer leeft onder wat supporters. Dat wij ook op zoek zijn naar een speelstijl die bij ons past. Ik denk dat we in ieder geval wel een trainer hebben gevonden die daarbij past. En daarin ben je ook gewoon afhankelijk van het materiaal wat je hebt. En natuurlijk kunnen wij dingen beter doen. Als je, vind ik, naar het veldspel gaat kijken vorig jaar ten opzichte van nu, vind ik fase 1 en fase 2 stukken verbeterd. Hè. Dus de opbouw van achteruit, daarna het vervolg naar de laatste 30 meter. Alleen de laatste 30 meter is ons groot probleem. We creëren te weinig kansen. En maken dan vervolgens te weinig af ook. En maken dus ook te weinig goals. Ja, ja. Ja, daar willen we dus op inspelen aankomende zomer. Dat zal een stukje zijn met de mensen die er nu al zitten. Dus ook de manier van voetballen daarin verbeteren. Maar dat zal ook moeten zijn met 1-2 gerichte aankopen daar voorin. En om dan helemaal antwoord te geven. Ja, wij zijn wel verantwoordelijk voor de besluiten die we nemen. Marc-Jan en ik, dat is duidelijk, zijn een team. Maar ook samen met Danny zijn we daar in een team. Alleen om nou helemaal vooruit te lopen of we daar ook onze verantwoordelijkheden voor nemen, dat zullen we tegen die tijd wel zien. Alleen ik heb er juist andersom heel veel vertrouwen in dat het ons wel gaat lukken. En het zou fijn zijn als er daar meer mensen van zijn. Dat zou mooi zijn. Ja. Laten we gegeven de omstandigheden eerst maar eens hopen dat er überhaupt weer een bal rolt. Klopt, ja. Ik ben wel benieuwd hoe dat zich ontwikkelt. Want ik mis het nu al enorm, echt enorm. Gewoon überhaupt naar voetballen kijken. Stel je voor dat we nog 4, 6, 8 weken niet mogen doen. Ja, ik kan me ook voorstellen dat er een enorme hunkering gaat ontstaan om weer naar het stadion te komen. Die bespeur ik nu al, hoor. Ja, en dus ja. Het zou ook mooi zijn als de eerste wedstrijd die we weer gaan spelen dadelijk in ons stadion, dat die uitverkocht is. Laten we daarop hopen. Wouter Gudde, hartstikke bedankt. Sterkte de komende tijd ook, net als voor iedereen ander in het noorden. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende aflevering van DVHN Live.